8 medewerkers van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie en 16 medewerkers van de Wegenautoriteit zijn beëdigd tot buitengewoon agent van politie. Deze beëdiging is in het kader van de ordening van het zwaar transport. De beëdigden mogen binnenkort tijdens controles zelf verbaliseren of beboeten. Bestuurders van vrachtwagens die het vervoersgewicht hebben overschreden, zullen nu ter plekke een boete betalen. Henk Wip, hoofd van de afdeling verkeer van het ministerie, zei op een vanmorgen gehouden persconferentie dat zij al geruime tijd worden geconfronteerd met calamiteiten waarbij zware vrachtwagens betrokken zijn. Het grootste probleem waarmee het ministerie te kampen heeft, heeft niets te maken met de wegen, maar met de overbelading van de vrachtwagens, zegt Wip. Momenteel geldt er een aslastnorm van 8 ton per as. De norm wordt binnenkort verhoogd van 8 ton naar 12 ton. Maar als je nagaat dat bij controles die de Wegenautoriteit in samenwerking met de politie heeft uitgevoerd, dat wij aslasten hebben gemeten van 21 ton, 26 ton, dan moet je nagaan wat voor effect dat heeft op onze openbare wegen. Dus het gaat niet om alternatieve routes, het gaat om de handhaving van de vastgestelde aslastnorm zoals het is vastgesteld in de wet. Wip zegt verder dat de medewerkers zijn beëdigd zodat zij zich specifiek kunnen richten op bestuurders van zwaar materieel. Volgens hem worden de locaties waar deze controles uitgevoerd zullen worden binnenkort aangeduid. De bedoeling is dat de controles zullen inhouden dat wij aslastmetingen zullen verrichten op diverse locaties. Er zullen vaste locaties zijn en er zullen mobiele locaties zijn. Het ministerie heeft recent 5 nieuwe weegmatten aangeschaft. De Wegenautoriteit beschikt reeds over 1 weegmat en de politie ook over 1 weegmat. Met deze voorzieningen zullen wij de komende tijd structureel op vaste locaties, maar ook mobiel op locaties metingen gaan verrichten. Te zijner tijd zal het ook bekendgemaakt worden waar deze vaste locaties zullen zijn. En het doel is in principe dat de mensen binnen die sector weten dat er gecontroleerd zal worden. Dat de mensen zich zullen moeten gaan houden aan de vastgestelde normen zoals dat in de wet is vastgelegd of zal worden vastgelegd. Henk Wip, hoofd afdeling verkeer van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Hij gaf vanmorgen op een persconferentie aan dat er 24 medewerkers van het ministerie en de Wegenautoriteit zijn beëdigd tot buitengewoon agent van politie. Zij zullen ingezet worden bij de ordening van zwaar transport.